Vorig jaar kwam Skoda met de Rapide, een auto precies in de geest van het merk. Heel veel ruimte voor een relatief lage prijs. Nu is er dan een nieuwe koetsvariant die 20 centimeter, bijna 20 centimeter korter is wat ten koste gaat van de laadruimte. Ruimte inleveren, dat is Spaceback. En dan is die Spaceback ook nog eens een keertje 300 euro duurder dan een Rapide met dezelfde motor. Dan ben je aardig bekocht, zou je zeggen. Nou, het ligt wel iets genuanceerder hoor. Om te beginnen die kofferruimte. Hij is dan een kwart kleiner dan de gewone Rapide, maar je hebt nog steeds 415 liter. Dat is aanzienlijk meer dan een Golf, je hebt 380 liter. Ja, en dan achterin, dat is natuurlijk een van de speerpunten van Skoda. Denk aan de Superb en denk aan de nieuwe Octavia. Nou, dat geldt ook voor deze Rapide. Want kijk eens wat een ruimte. Ik zit achter mezelf en ik ben geen kleine jongen. Moet eens kijken wat een beenruimte en hoofdruimte. Hetzelfde. Echt goed hoor. En ook voorin is het gewoon lekker ruim. Echt niet zo'n enorme zee als achterin, maar ruim voldoende voor een flinke volwassene. Het interieur is natuurlijk ook geen verrassing meer. Dat komt uit de gewone Rapide, hetzelfde interieur. Heel Skoda dus. Het is vrij basic allemaal, vrij sober, maar daardoor wel lekker overzichtelijk. Materialen zijn wel wat goedkoper, dat zie je wel, wat goedkopere plastics. Maar dat heeft Skoda goed weten te verbloemen door de afwerking op een bovengemiddeld niveau te tillen. Als je deze auto overweegt, zou ik je aanraden om die beige bekleding te kiezen. Want dan krijg je die two-tone kleurstelling op het dashboard. Dat maakt het echt een stuk frisser. Helemaal in zwart wordt het erg saai allemaal. Bijzonder is ook deze plaat, zo'n duurdere versie hoor. Deze plaat aluminium, geborsteld aluminium op het dashboard. Ziet er prachtig uit, maar kom er vooral niet met je vingers aan. Want dan merk je dat het gewoon plastic is, hartstikke glad plastic. Maar op het oog is het echt hartstikke goede nep. Aan het rijden merk je ook wel dat het wat meer budget is hoor. Hij is zeker niet slecht, maar iets wat bonkerig, wat veel geluid het interieur binnenkomt. En ondanks dat hij wat hard afgeveerd is, heeft hij niet het sportieve karakter wat je bij een hard afgeveerde auto zou verwachten. De besturing is juist een beetje licht weer. Hij is wel heel precies, maar biedt wat weinig feedback. Nogmaals, het is zeker niet slecht hoor, maar het is niet op het niveau waar de benchmark in het C-segment zit. En dan hoor ik je denken, ha Jacob, C-segment, ja dat is nou juist de grap van deze auto. Skoda roept heel hard dat ze willen vergelijken, ze willen concurreren met auto's als de Hyundai i30 en de Kia Ceed. Hè. Dus eigenlijk het lagere kantje van het C-segment. Maar ja, het is wel een auto die staat op basis van de Fabia, dat is weer B-segment. Dus hij hangt eigenlijk een beetje tussen twee segmenten in. Maar ook dat is heel Skoda, want ja, kijk naar de Octavia, dat is officieel een C-segment. Maar is qua niveau en grootte ook eigenlijk meer D-segment. En dat is natuurlijk heel slim als je tussen twee segmenten in gaat zitten. En dan kom ik toch weer een beetje terug bij waar ik mijn verhaal begon. Namelijk, het is een beetje een rare situatie. Je hebt die gewone Rapide, dan heb je deze die ongeveer 300 euro duurder is en minder kofferruimte biedt. Wat is de toegevoegde waarde? Nou, die is er wel degelijk, want die gewone Rapide is dan weliswaar een hatchback, maar hij ziet eruit als een sedan. En kleine sedannetjes, daar weet je, in Nederland hebben wij een broertje dood aan. En zo kan het gebeuren dat de importeur zegt dat volgend jaar ze van deze auto ongeveer 1500 exemplaren gaan verkopen van de Rapide. En bijna driekwart daarvan gaat een Spaceback worden. Skoda plaatst hem net wat hoger in de markt. Dat wil zeggen dat de lichtste motor, de MPI, komt niet in deze uitvoeringen. De overige wel, dat betekent 3 benzinemotoren, 2 dieselmotoren en ook mogelijk een DSG 7-traps. De Rapide Spaceback staat in november bij de Nederlandse dealers.